Wij gaan ons voorbereiden ofwel op een prank op Rick, of we gaan minecraften. Dennis, ga jij Rick ophalen van het station? Oh ja, daar heb ik echt zin in. Ik heb ooit op de basisschool, toen had zo'n gozer had zijn dek laten liggen. Toen heb ik daar de drie... Blue Eyes White Dragon uit. Nee, ik heb drie glimmende kaarten gepakt en die heb ik in mijn zak gestopt. Dat is een schurk. Maar Rick is om zo. Om drie uur is Rick opgehaald, dat is dus 5 minuten geleden. Die komen hier nu elk moment aan en wij moeten verkiezen. Willen wij Rick gaan pranken of willen we gaan minecraften zoals we vroeger deden? Mijn vraag is hier, wat is de prank? Dat is mijn vraag. Ik heb namelijk hier allemaal hele oude posters liggen. Wat ligt daar nou in? Wat is dat nou? Wat? Is dat serieus? Dit is jouw hoofd? Dit losgescheurd van een poster? Ja, nou die neem ik mee. Kan ik hem pappen? Wat ik hier van was, zat ik hier. Die is dat daar. Vincent was dus te laat met het opsturen en die is de enige met een zwarte rand. Nee. De rest had allemaal witte rand. Geniet van je hoofd in ieder geval, Jordi. Ben je er blij mee? Ja, enorm. En boven mijn bed zo, dat is wel leuk. En ik heb geen tandjes in de mond en wel een pijpbekkie. Ja, ik wou net zeggen, je hebt echt een pijpsmoe, jongen. Hey. Ah, beetje cake. Toen Banjo Town begon hadden we natuurlijk de server. En in die server had jij de gastkamer gemaakt beneden. Ik heb hier nu allemaal posters uit de Tweede Wereldoorlog. Deze moet je zien, dit is toen Hitler de oorlog verloor in Afrika. En Hitler krijgt de kokosnoot op zo. Dit is super mooi trouwens, ik vind het echt super geniaal. Sorry, maar het is wel gewoon gaaf, weet je. Mooie posters. Propaganda is ook cool, alleen we zitten nu met allemaal nazi-propaganda op een video. Zullen we het huis omtoveren tot één grote god voor Rick? Ja, is goed, maar kan het lukken in de tijd? Gaan we heel snel beginnen. Blauwe auto, blauw busje. Een blauw busje heb je wel. Nu heb ik hem zien. Ik zit ook met een camera, dus... Daar is die wel. Waarom kom je hem in je eentje halen? Waar zijn Bardo en Jordi? Die zijn nog bezig. Oh, jongens, je kan zien dat ik even hier heb geleefd hoor. Wat zeg jij? Moeten we vlaggetjes erbij? Oh ja, heb je van die Duitse vlaggetjes? Oeh, ik weet niet of we Duitse hebben. Jammer. Ik heb de vlaggetjes. Ja? Ja. Pak de posters die je wilt, plak ze op de deuren. Doe ik de vlaggetjes. Dit is ook echt weer een Banjo Town actie. Dat je denkt, jezus Christus. Scheiße, wat is voor ons? Er zit een plakband aan deze, heb je hem serieus opgehangen? Ja, we hebben ze al een keer eerder gebruikt. Vrij regelmatig dat mensen hier redelijk gechoqueerd weggaan. Vraag anders Dennis of hij even aanbelt. Dennis, Rick, even op, we zijn dom bezig. Nederlanders in het bezette gebied. Met ook de Duitse Nederlander ter bezette gebieden. Miet Temu, dat moet ik ook niet zo voorlezen. Wat heb je hiervoor betaald, man? €5. Wat? Voor al die posters? Voor al die posters? Shout-out naar Kawin. Volgens mij heb ik het misschien wel gratis. Kawin Diepeveen. Dankjewel. Ik denk dat je hier nu aankomt lopen. Zie je dit aanstaken? Volgens mij gaat deze heel mooi werken. Van overal plakken. Jezus moet er ook aan plakken. Ja, ik wat is dit nou? Verzamel. Eikels, beukennootjes en kastanjes. Tegen de Duitsers. Komen daar of niet? Ja, ze komen nu al. Oh nee, shit. Godverdomme. Ah nee, je hebt Jordi ingeplakt. Jordi, ga naar binnen voor de vlaggen. Vlaggen? De muziek! De muziek! En het wachtwoord staat niet eens aan. Nee, de muziek! Door de vlaggen! Doe jij de muziek? Wat moeten we hiermee? Ik zit ook de vlaggen te doen, dit is niet de bedoeling! Door de muziek! Ik weet niet, moet ik de deur doen? Ja. Nee, shit, ze gaan naar binnen, iemand anders doet. Kut! Dit is paniek. Oké. Okay. Fuck it. Gooi de vlaggen daarin. Doe de muziek! Ik ga op de muziek, want we moeten vlaggen. Ja. Cameraman, ik ga jou naar buiten doen. Oh ja. Oké. Ik ben bezig met die muziek. Hou je op over die kut. Ga naar binnen, ga naar binnen. Dit is het stomste idee dat ik ooit heb gedaan. Allemaal nazi-posters. Oh. Er is ook echt muziek. Dankjewel. What the fuck heb je gedaan? Kom binnen, lieve Leute! Welkom met zo'n Banjo Town! Oh, wow. Zeg maar, ik doe een hoop dingen, maar nazi shit is juist het enige waar ik me nog een soort van probeer te distancieren. What the fuck is dit? Heb je dit net allemaal geprint? Potprint tegen Hitler, hè? Deze is ook, Churchill. We hebben Churchill. Churchill is goed. Dat is goed. Dit kan gewoon gemonetized worden, dit is gewoon prima. Je hebt een verscheurde Banjo Town poster. Met Rick's gezicht, of Jordi's, die gaan we jou geven als cadeau nu. Dank met een handtekening. Waar? Welkom terug bij Banjo Town. Ja. Banjo Town zoals het echt bedoeld is. Eén groot nazi-bolwerk. Ja. Shitposting sinds altijd. En is dit een binnenkomer die je had verwacht? Niet verwacht, maar wel die ik heb verdiend. Ja.
Hallo mensen, ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik zit in een benarde situatie. Hoe ik daar terecht ben gekomen zie je na de intro. Hij ligt hier nu serieus al een kwartier. Rick, hoe gaat het met je? Ik ben helemaal in aanmerking met mijn ware ik. Ik ben helemaal zen hier. Honky Pong in Shanghai. Honky Pong in Shanghai. Ik heb Liga Koeken mee. Goed zo. Ik kan omdraaien. Zullen we komen met een geldcashje? Nee, natuurlijk niet. Geldcashje? Oké, dit is zeker de eerste keer dat jij op een première bent. Dat klopt misschien. Dat is een beetje raar, want ik heb nog nooit echt in een trein gepraat met zoveel mensen lekker kunnen horen. Mensen, Banjo Town. Als je dit terug wil zien, Banjo Town. Banjo en dan Stad Town. Ik ben een fanboy van Banjo Town. Wie is je favoriet? Pardo. En daarna? Rick. Yes! Dat is nep. Oh nee. Is dit nep? Zie je dat er nep uit? Ja, heel. Zie wat nep is. Als het zwarte mannetje woont in het zwarte huis, het groene mannetje in het groene huis, het rode mannetje in het rode huis, wie woont er dan in het witte huis? Een witte vrouwtje? De president van de Verenigde Staten. U bent de zwakste schakel, tot ziens. Ja, precies. Het is wel handig als het... Okay. Ja, natuurlijk. Komt u altijd kijken. Ja, maar het is het lachen wat wel altijd belangrijk is. Ja, dat is ook wel. Kijk eens, fijne middag. Hoi. Dat was mijn buurvrouw. Oh, jongens, toch. Die is nog van de oude vader, of niet? Ja, die posters, alles moeten weg. Die arme buurvrouw die denkt bij zichzelf, wat gebeurt daar? Wat een trauma's voor die mevrouw. Die muziek, hè? Dat is een beetje het punt. Zeg maar de Justin Bieber van de jaren 40. Ja. Nou, ik heb er straks met Jordi ook zitten lullen over hoe het tussen ons is. Wie tussen ons is, wij hebben altijd contact gehouden. Ik heb je af en toe al gesproken, ja? Ja, we hebben best wel toch... We hebben nog een keer gechilled misschien hier. Inderdaad, om het half jaar hebben we ongeveer gechilled. Ik ben ook nog een keer met jou in Deventer. We zagen meneer Mantje. Meneer Mant, ja, die woont in Deventer. Echt? Ja, meneer Mant. Nee. Ja, Mant. We kunnen best een keer naar meneer Mant. Dan gaan we gewoon andere internetfiguren recruteren, ja? Nou, we hebben er wel eens over na zitten denken. Om het te doen. En weet je wat? 5000 likes en we gaan, denk ik. Ik dacht, je zei, Rick, kom hier zitten. We gaan over jouw leven praten. Oh, sorry dat we het over meneer Mant hebben. Even één keer. Hey. Kijk, weet je, het ding is, ik heb met jou niet echt een verhaal. We hebben geen ruzie. We hebben het. Oh. Toch? Ja, je bent mijn ex op een bepaalde manier met die hele haatvideo die we deden. Ik heb ook nog, echt anderhalf jaar geleden heb ik gespeeld in een banjo movie die nooit online is gekomen. We hebben ooit een video opgenomen waarin ik zei dat ik op Humberto Tan lijk. Oh ja. Dat ik ook zo'n knappe gespierde, zwarte, kale man ben. Ja. En dan zie je mij dus als mollige, dikke, blanke vibe met lange haar. Ik kwam aan Bardo's deur met een Enzo Knol t-shirt aan. Ja. En ik belde aan en Bardo deed open. Ik zei, je bent Humberto Tan. Maar ik ging dan naar Bardo toe, zoiets. Ja. Hey, welkom bij RTL Late Night. Ja. Met Jordi hadden wij het net ook over samen, dat van alle banjo-taalleden jij misschien nog het minst veranderd bent. Ja, ben ik. Ik was altijd al mezelf. Want hoe zag jouw leven voor Banjo Town eruit en na Banjo Town? Daarvoor was ik aan het studeren en video's aan het maken. Ik ben nu nog steeds aan het studeren en video's aan het maken. Please doneer. Want hoe ben jij met de kinderen die doneren? Dol op. Volgens mij vraag jij ook gewoon, ben je wel echt een kind als je doneert? Ja. Dat ze zeggen, ja, ik ben echt een kind, oké! Je hebt het geld er niet zelf verdiend, hè? Nee. Als je nog een kleine scoop wil, ik date momenteel van Louise. Ik ook. Hoe kan je een high five missen, Rick? Hoe kan je een high five missen? Ik stond zo, jij sloeg gewoon naast. Ik sloeg gewoon zo! Kunnen we een instant replay hebben? Wist je trouwens, als je high five geeft, dat je moet kijken naar de elleboog, dan mis je nooit. Can we try? Ah, andere kant, zo. Ik wel zeggen. We zijn wat closer. Ja, we zijn wat closer nu nog. We zijn. Okay, we mogen elkaar niet, maar. Dat is wel leuk. als je Bardo ziet, dan je weet nooit of hij maar weer een beetje is aangekomen, is afgevat. Yeah. Soms is hij gewoon een beetje helemaal dun, denk je, hè? Huh? En dan de andere keer weer niet. Het is wel heel spannend. Mijn hele lichaam is bij mentale status altijd. Ja. Dat is nu gewoon beetje... in verval geraakt, helemaal. Jij was alleen maar aan het eten, man. Wat een fuck, je was Ja, ik ga even eten. Nou, dat was voor deze video. Yes, let's go! We gaan weer door. Je loopt naar de deur, hoef je ook niet meer te zien, denk ik. Nee, okay. Tot volgende keer! Hoi! Het enige wat ik weet, wat ik nog altijd langs krijg, en daar zat ik je ook laatst over te appen, dat is nog altijd het Banjo Town geldgedeuzel. Oh ja. Op één keer, want jij hebt ooit een keer een video gemaakt op jouw kanaal. Ik heb door heel Banjo Town nooit iets verdiend, terwijl dat zou echt wel... flinke sterke honderdjes moeten ze halen. Echt meer geld zou heel fijn zijn als Bardo naar me toe komt met Rick. Hier is je zak Banjo Town goud.
alsjeblieft. Ik was gewoon te lui mijn factuur te sturen. Nee, we zijn bij 2000 euro gekost. En alle reiskosten. En alle reiskosten. Ik ben gewoon totaal niet achter dat geld aangegaan eigenlijk. En toen Banjo dan in het begin was, heb ik ook nog een paar keer campagnes gedaan. Bepaalde films en series. En daar zou dan geld mee verdiend worden en het zou dan bij mij terechtkomen. Ik heb het nooit gezien. Ik heb vast wel ergens een paar tientjes van Barry. Alleen ik kreeg zoveel berichten van, ja, waarom betaal je Rick niet uit dit? En dan moest ik altijd zeggen, ja, Rick moet factureren, maar je doet het niet. Kan ik het nu nog factureren? Ik zou het wel leuk vinden op video, dat je gewoon nu voor 4 jaar geleden iets factureert, weet je wel. Kun je me helpen? Maak mijn factuurtje voor 2000 euro. Kijken of ze nog wat terugsturen. Wat was jouw Bayotown hoogtepunt? Kotsen in Keulen. Voor jou? Oh, jij ging kotsen, hè? Nee, hij ook. Ik heb die... Jij hebt daar kotsen bij die garage. Ja, dat was ik alle Red Bull naar beneden had gegooid. Dat had je verteld. Ja, dat was bij de Duitse YouTube gathering. Toen stond ik te kotsen. Ja. En al die Duitse YouTubers. Ah, scheiße, dat is los. Dan zag je mij zo. Al 50 smoesjes over het balkon. En finale Rick, finale ronde aftikken. Ik bedoel, thuis gaat het goed, toch? Sure. Op school gaat het goed. Ja. YouTube gaat het altijd kut. Hey. Shitposting. Ja, laten wij lekker op avontuur gaan. Ja, Rick's avonturen. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Wat is het plan? Ja, ik ook niet. Dat nou, ik heb wel iets. Okay. Er is iets groots waar je we heen. Je hebt iets voorbereid. Er is iets voorbereid. Daarom kan ik ook later. Ik denk dat je nog meer tijd. Dus als we het nog willen doen, moeten we redelijk snel zijn. Wat doen? Ja, dat is de verrassing. Oké, we gaan. Neem jullie nog even één keer apart zo. Daarna gaan we er vandoor, oké? Okay? Ja, goed plan. Oké. Okay. Kom, gaan wij even... Oh god. Weet je wat het dus nu is? Het hele punt is dus, ik heb eigenlijk nog niks ingepland. Nog helemaal niks? Nee, helemaal niks, nul. En ik hoop dus dat er nog iets is. Ik heb bijvoorbeeld dit gevonden. Met de heideslak over de Sallandse heuvelrug. Stap dan in de heideslak en laat je door Staatsbosbeheer rondrijden over het uitgestrekt natuurgebied. Dus we kunnen even bellen. Buitencentrum Sallandse heuvelrug. Ik zag dat je bij jullie kan rijden met de heideslak over de Sallandse heuvelrug. Ja? Is dat vandaag ook nog mogelijk? Nee, vandaag niet meer. Vandaag niet meer? De laatste rit is net weg. En u heeft ook niet andere activiteiten nog? Hoe oud zijn de kinderen? Ze zijn 12 jaar en 13 jaar. 12, 13. Wat u zou kunnen doen is het speelbospad. Het speelbospad? Met houten eekhoorns en dan overal kunnen kinderen wat doen. Oh, dat klinkt ideaal voor deze jongens, ja. Ja hoor, graag gedaan. Dag. Oh ja, kijk, die kinderen hier, die hebben plezier. Och, kijk, ze gaan hoor. Oh, dat vindt Dennis mooi, hè, kinderen. Oh, dat is trouwens wel goeie. Nee, want Dennis. Nee, niet die kinderen, niet die kinderen, nee. Oh my god. Er is nog één ander ding wat we kunnen proberen. Mm-hmm. Oh. Dit is de telefoon van Menno Klaatje Rens en Fienpack. Spreek het in, naam Donner. Ik heb een gezin gebeld. Hè? Wow, what the fuck was dat? Het is één klik op Google, hè? Je kan niet misklikken, man. Nee, ik heb het gecopy-paste. Ik heb ook niet anoniem. Ik heb ook niet anoniem. Heb je niet. Ik heb niet anoniem. Godverdomme, man. Is het dan serieus nu zo dat we de conclusie gaan trekken? Dat we niks hebben? Ja, of het speelbospad. Oh. Persoonlijk stel ik voor om mezelf hier doorheen te bluffen. En gewoon te doen alsof we wat hebben. En uiteindelijk maar een keuze te maken. Goed idee. Nee, wat echt. 20 minuutjes weg. Wat gaat hier doen? Wat gebeurt er? Ja, dat is echt, ga je het beste mee maken ooit. Het is in ieder geval allemaal geregeld. Wij zijn helemaal klaar mee. Klaar mee? Ja, ik wou ook even zeggen, klaar mee. Ik dacht ook, oeps. Bereid je voor op de vetste dag ooit. Oké. Oké. En het heeft met olie te maken. Wauw. Zien we jullie zo? Oh ja, gaan we er vandoor? We gaan er vandoor. Oh, hey, moet je kijken, wat gaan we doen? Wat? Doet hij het niet meer of zo? Die vet, what the fuck? Oh, moeten we even uitstappen? Moeten we even helpen? Ik weet niet, hij rijdt weer weg, hij rijdt verder. Wat de hel was dat? Oké. Okay. Hij zegt sorry, ik zag een eindje. Oh, okay. Oh, kiek, ook het goedkeuringje van Christian, dat is mooi. Geef zijn richting aan, hij moet er heel snel af. Ja, want volgens mij gaat het niet zo goed met hem. Er is iets met zijn auto. Je weet, de essentie hiervan is nu heel belangrijk. Is de laatste kans om Panjato bij elkaar te krijgen, hè, deze dag. Echt? Natuurlijk. Nou, dan zal ik gematigd mijn best doen. Gematigd. Ik ben wel benieuwd, Rick, het heel serieus. Mis je Banjotown nog of niet? Ik mis de abonnees die ik erbij kreeg wel vooral. Dat is zo druk. Serpent Gameplay, 100.000 abonnees, it's happening. Het is zo kut dat je nooit serieus bent, want mis je het of niet? Ben je...
Ik mis wel de gezelligheid, gewoon met samen kutten. Het was altijd gewoon, we gaan, zoals dit, we gaan ergens heen met een camera en we zien wel. Dat is wel leuk. Ja, we kijken wat we gaan doen. Als ik op mijn eigen kanaal zit, ik toch voornamelijk gebonden aan mijn huiskamer. En soms maak ik in mijn eentje een vlog in een bos. Maar het is toch leuker met een groep gasten en dat je zoals nu geen idee hebt wat je gaat doen. Tijdens het monteren van deze video viel het mij op dat dit het enige serieus moment met Rick was. En daar baalde ik een beetje van, dus ik stuurde hem in de nacht een bericht. Hey man, bro, ik zit net de video even te kijken en het valt me op dat telkens bij het serieuze stuk dat we de meligheid ingaan. En ik vroeg me af, heb jij toevallig nog tijd vandaag of morgen dat ik heel veel met je kom skypen en nog een paar vragen aan je stel over Banjotown, hoe het was voor jou en zo? Rick zei ja en we mogen hem alles vragen. Wat heeft Banjotown jou gebracht naast abonnees? Ik denk sowieso een stukje presenteerskills. Ik weet nog dat we voor het eerst met Banjotown naar premières gingen en ik vond het echt doodeng om mensen te interviewen. Ik vond het echt super moeilijk om met allemaal met BN'ers te gaan praten en zo. Maar Bardo heeft me daar direct heen gecoacht als filmdaddy. Ik weet nog dat wij er stonden bij die premières en in principe is het veel handiger als ik de interviews doe, want ik heb de ervaring, ik kan met die mensen. Alleen vanuit mijzelf had ik zoiets van ja, het is veel leuker om Rick dat te laten doen, want die heeft geen ervaring, dan heb je een heel uniek beeld. Het was zeker uniek. Ik weet nog wel mijn eerste video die op Banjotown online kwam. Er gaan zoveel mensen, wie is die hond? Weg ermee. En toen zei Bardo de wijze woorden van, als je ongeveer per dislike 10 likes hebt, dan gaat het ongeveer wel goed. En dat hele Banjotown gebeuren was echt niet met allemaal gasten in een pak in de vergaderzaal. Het was echt gewoon, ik had Bardo letterlijk nog niet eens gesproken op Skype of ik kreeg al de inloggegevens van Banjotown. Ik ging naar de YouTube gathering en dat was toen nog heel kleinschalig. Echt misschien 200 man in een kleine nachtclub. Het was een gay bar, Club Lux in Utrecht. Ik zag Bardo daar staan en liep naar hem toe, maar hij herkende me voor mij gewoon niet. Dus ik ging naar zijn oor toe en ik fluisterde erin van, ik heb het wachtwoord van Banjotown. Ja, dat klopt, ja. Bij de gathering erop was het echt in één keer boom met dat crowdsurf en al die mensen om ons heen. Toen was Banjotown natuurlijk echt een van de grootste YouTube-kanalen van Nederland gewoon. Ja, maar wat doet dat dan met je 16-jarige hitsige puberale Rick? Ik bedoel, Jordi zei in de vorige video dat hij een beetje een ego ervan kreeg en het allemaal wel geweldig vond. Als ik kijk naar de video's die ik toen maakte, die gooide ik vol zelfvertrouwen online met zo internet. Hier heb je gewoon lekkere video's. Ja. Je hebt denk ik ook gewoon een te erge boost in zelfvertrouwen en de bijbehorende video's. Dat gevoel van als ik iets verkeerd doe, wie gaat dan zeggen dat ik het verneuk, weet je, als iedereen zo aardig tegen je doet. Ik merk wel heel erg, vooral als YouTube-gamer, als de meeste van mijn grotere YouTube-collega's, welke game zij ook spelen, ze worden gewoon de grond ingedouwd, want ze moeten meer Fortnite gaan spelen of whatever, weet je wel. En dat is eigenlijk ook wat juist voor YouTubers zo moeilijk is, dat heel veel YouTubers na een tijdje een burn-out krijgen of ermee kap is. Juist omdat je zoveel eisen aan jezelf gaat stellen. Ik heb wel op mijn kanaal maximale vrijheid. Ik heb afgelopen week een video geüpload. Dat was gewoon ik die mijn autotheorie-examen oefent. Jouw kanaal is gewoon een personality-kanaal, verdoezeld als een game-kanaal. Ongeveer wel, ja. Dat is denk ik wel de beste manier om mijn kanaal te beschrijven. Je hebt niet het gevoel dat het verleden jouw toekomst gaat belemmeren? Wat ik mijn achterhoofd hou is, hey, stel ik wil leraar worden, hoe komt dat dit dan over op YouTube? Bijvoorbeeld, ik heb nu recent in een video een beetje gepraat over blowen. Ik rook wel graag af en toe een jointje. Ja. Over het algemeen is het een redelijk geaccepteerd ding in Nederland. Voor hetzelfde geld krijg je een werkgever die puur dat ziet als een no-deal. Oh, die mag nu geen leraar worden, want ondanks dat het legaal is, is het een slecht voorbeeld voor kinderen bijvoorbeeld. Eén ding wat wij aanhalen in deze video, wat ik zelf ook wel behoorlijk kut vond toen ik het online zag komen van jou, de video over Banjotown. Oh, de Banjotown video, yes. Ik zeg het niet heel graag, Rick, maar ik was wel een beetje beledigd toen ik jou zag praten over wat heb je van Banjotown gehad en dan laat je alleen een plopkap zien op je microfoon. Het enige wat ik van Banjotown heb gehad is ik heb dit gehad. Bardo heeft me ooit een plopkap gegeven en het is nu ik heb hem wel, ik heb hem hier, het is een goede plopkap. Ik vind oprecht dat ik denk, ja, dat is niet per se Bardo's schuld. Uiteindelijk ben ik via Banjotown bij een heleboel premières geweest, dat zeer zeker een unieke ervaring is. Ik heb al mijn abonnees en daarmee dus indirect ook een groot deel van mijn YouTube inkomsten via Banjotown. Ik ben heel blij dat ik een studie doe, maar ik kan niet fulltime leven hiervan, maar het is wel fijn dat ik niet hoef te werken momenteel. Maar wij hebben met Banjotown echt ongelooflijk veel gedeeld. En dat denk ik gewoon persoonlijk gebied. En in de periode van Banjotown is het toch wel het meest gitzwarte periode uit jouw leven, denk ik. Ik was ook tijdens Banjotown. Ja, maar ik weet niet precies hoe deze hele tijdlijn loopt. Ik weet natuurlijk dat je het hebt over het overlijden van mijn vader. Hoe was die periode voor jou? Je had heel veel succes, je had al het geld. In één keer overlijdt je vader. En ik weet wel nog dat een periode daarna, zeg maar vlak na het overlijden van mijn vader. Ik weet nog dat, zeg maar, op mijn Instagram kun je heel goed zien waar dat moment was. Want het is gewoon blije foto, blije foto, blije foto, blije foto's, tak. En dan opeens een heleboel kinderfoto's met mijn vader achter elkaar. En ik weet nog dat ik het heel moeilijk vond, vooral om te kijken naar die paar foto's net voor dat moment.
Dat ik daarnaar keek en denk van, je bent nog zo blij en onwetend naar wat er ieder moment gaat gebeuren, zeg maar. Ik had het gewoon een beetje in mijn gedachten op een gegeven moment uitgepuzzeld, dat ik denk van, ja, het is echt heel kut wat er gebeurd is, maar ik kan er de hele dag verdrietig om gaan zijn, maar het wordt er niet minder kut op, zeg maar. Dus op een gegeven moment heb ik besloten om gewoon de draad erop te pakken. Ik ben eigenlijk bijna helemaal niet gestopt met video's maken. Maar dat was ook meer omdat video's gewoon werkelijk afleiden. Maar dan wordt Serpent Gameplay voor jou eigenlijk een soort traumaverwerking. Zeker, toen de paar dagen daarna had ik er een paar video's over gemaakt, was het voor mij gewoon echt heel fijn om gewoon even mij kwijt te kunnen. En gewoon even de reacties te lezen en dat mensen gewoon heel lief tegen je zijn. Behalve die 1-2 mensen die zeggen, haha, lekker voor je kankerjoch. Dan denk ik ook wel, wauw, dat er zulke gemene mensen zijn. Ja. Ook wel weer bijzonder. Die echt tot op een bot gemeen zijn. Ja, dat was een gast die zei, ik hoop dat je moeder ook doodgaat. En ik denk, nou, wauw. Ja. Raakte je dat ook? Ik raakte me meer op het punt dat ik echt gewoon verbaasd was dat iemand zo gemeen kan zijn. Ik vind dat echt heel heftig. Ik sta er echt weer van te kijken, sorry. Ja, nee, snap ik. Ik denk dat er bij Bayomtown voor de rest vrij weinig ter sprake is gekomen. Behalve van jullie allemaal een heel gemeend berichtje, vlak daarna. Ja. En die twee reacties onder je video's waren van ons. Geheim van kijken of je iets kan hebben. Dat jullie ook wel door hadden, maar ik wel echt van jullie allemaal berichten gekregen van, hey, als je wil praten, dan kun je naar mij toe. Toch fijn dat je weet dat het kan, maar ik los dat soort dingen gewoon graag in mijn eentje op. Ben je er iemand toegegaan om te praten of niet? Ja, wel een beetje. Maar dat was meer gewoon iets wat ik in mijn hoofd had en gewoon even tegen iemand wilde vertellen. Niet zozeer dat ik echt iemands wijsheid of inzicht nodig had. Soms is het gewoon fijn om iets uit te spreken en dan voel je er wat beter over. Om gewoon even lekker huilen hoor, er is niks mis mee. Hartstikke mannelijk. Precies. Wat kan jij de kijkers vertellen van aflevering 3 die gaat komen? Echt één grote anticlimax. Ik zou echt kijken, zoom in op mijn gezicht en je ziet gewoon maximale teleurstelling hier. Godverdomme, kut Bardo. Geef vooral een hele dikke like hier beneden, abonneer hier beneden voor de derde aflevering. Abonneer op Serpent Gameplay, bijna 100.000 abonnees. Let's go boys. En ook op Jordi en ook op Dennis en ook op Christian. Ik hoop dat Bardo goed zijn best heeft gedaan met het editen en dat ik er net zo goed uitkom als Jordi in deel 1. Love it! Ik kreeg bijna respect voor Jordi na die video, dat is echt bijzonder. Ja, ik was ook heel dichtbij dat ik dacht van shit, mag ik Jordi nou? Oh, wat? Heb ik nou respect voor deze man? Voor Jordi Pagaslaan respect gekregen? Ik vond het wel leuk dat zoveel mensen reageerden op dat Jordi zei dat hij vrouwen zo ingewikkeld vond maar gay werd. Dat zoveel mensen zeiden, ah, echt herkenbaar. Ja, ja, ja. Ik hoop dat iemand geïnspireerd heeft om ook gewoon grinden te gaan en een leuke vent te zijn. Een paar van die heteroseksuele gasten. En net als Jordi erachter komen dat echt niks voor jou is, als je toch, ja, dat is wel redelijk hetero bent. Jongens, check vooral ook aflevering 1 in de beschrijving en we zien jullie bij aflevering 3. Zeker doen. Later! Bye! Zullen we ook dicht dan? Oh nee. Als ze echt dicht zijn, hebben we echt... Pak het hoofdje! Oh, wauw. Ik wil Melky. Wil je een gehandicapte jongen zien zoeken naar de uitgang? Hallo, waar is de game? Ja, jij niet. Jou heb ik echt amper gekeken, maar... Hoe hebben we dit vroeger gedaan? Maar dat is wel een mooie tegenprestatie. Dan moet je hem ook aandurven. Nu kan ik geen mee meer. Het enige nadeel aan dit hele verhaal nu op dit moment is... Volgens mij heb ik de plattegrond kwijt. Nee. Oh, ja. Dat dacht ik dan. Ja. Like en abonneer.